wie stond er van aan de deur? Joris van den Berg. Was de grootste journalist die tijd. Ik zeg, kom binnen. Helle, zet hem mee willen gaan naar de Ronde van Frankrijk. Zeg, wat zei hij nou, Joris? Wat zei hij nou? Ja, maar lef wil zitten. Maar ik zeg, Joris, ik heb nog niet, gezien als een molzie op. Was dit nou heel anders dan in jullie tijd, toen jullie de Tour reden? Hoge maar 13, 14, 15 kilo. Alles. Zo zwaar was een fiets. Alles is gedaan. Maar meneer Middelkamp, had u ook zoveel versnellingen? 7 kilo. Geen versnellingen, 36. Geen versnellingen? De ronde zonder versnellingen. Aan beide kanten, drapions. Maar hoe kreeg u hem dan op een licht, als u een berg op moest fietsen, hoe kreeg u dan dat u lichter moest trappen? Ketting verleggen. Ketting verleggen. En veel zigzag. Ja, ik wist het al van in de ballon naar Zas. Godverdomme, ik kan goed berg oprijden. Dat is zin ze, maar zo godverdomme viel ik een goed berg oprijden. Dat ik mijn eerste de pion kapot stampte. Voor half berg. En ik kwam de nachtste nog boven. En zei ik het, het was een berg af tot om de aankomst. Kilometer of 4, 5 ook geloven, of 6. En ik hoorde de nachtste. Dat was een prestatie al alleen, de vijfde etappe. Wat als eens die godverdomme zijn keeskop, die mannen, wat er lachten ze dan mee, keeskop. Die keeskop die kan berg opbrengen, zijn manneke. Ja. En dan twee dagen nadien is de galabier gekomen. Godverdomme, dat kost er warm zijn in die bergen, manneke, pas op. En het schoonste dat ik in mijn leven gehuurd heb, en ik mag 100 jaar worden, ik zal het nooit vergeten. Jodeloïti in de bergen. Wel, jongen, dat kost ik me een moed van voor gekregen. Daar wil alleen zijn. Is het doping? Nee, godverdomme, nee. Ik heb nooit van ooit iets gepakt. Denk dat er een man of 8, 9 voor me erin. En ik had ook nooit in mijn leven bergaf gereden. En in de grind. Ik had niet meer verstand. Maar ik was verschrikkelijk goed sturen, hè. Ik was te duren ongelooflijk. Hier bent u geboren? Ja, ik denk het toch wel. 23 februari 1914. Met het uitbreken van de Wereldoorlog. Ja, want je hebt die februari zien. Ah, ja, maar ja, zeg. Mevrouw, heeft u meneer Middelkamp nog zien fietsen? Moet je wel. Dat zal erbij komen. Dat zal er wel bij komen. Was die goed? Heel goed. Hoe goed was die dan? Oh, super. Super, hè? Hij was altijd de eerste bekant. De eerste koers in mijn leven. 17 jaar hoor ik. En ik ben de 16e van de 16. En er worden 15 prijzen. Dan viel ik uit de prijzen en ik woon 80 kilometer gereden. 16, 17 jaar. En met die mannen aan het brood naar Charles Blommers, die godverdomme viel zitten op mijn schoor. Hij zei, ga goed gereden, manneke. En ik zakte door mijn poten. Is dat niet gebeurd, jong? Je moet als vrede. En er zit een vent. Dat weer een coureur, die kan hem duwen. En die godverdomme de ogen op de kop gesloten. Wat moet dat duwen kunnen zijn? Over koersen heb ik gewoon dat ik op een moment... Miljarden duwen, dat is lastig. Ken je dat? Niet afgeven, hè. Liever duwen vallen. Wat gebeurde er nou toen u die etappe had gewonnen in 36 in de Tour de France? En u kwam hier terug in Kieldrecht. Stond er hier toen het hele dorp op zijn kop? Ze schopte je naar kluiten en erop mogen naar binnen. Stonden ze niet te juichen? Godverdomme niet. Godverdomme niet. Weet dat is Middelkamp of dat is Koppie? Of dat interesseert u er geen snars? Springen en dansen met de billenbloed en de koenbloed. Dat is nou het leven.